Kledinghandelaar Heinrich Hollekamp stichtte in 1887 in Amsterdam zijn eerste kledingzaak. In april 1914 opent hij als H. Hollekamp & Co. aan de Hoogstraat in Rotterdam een kledingmagazijn. Om de Rotterdammers aan zich te binden, liet hij voor de klanten een boekje maken over de geschiedenis van de stad. Hiervoor toog de directie naar het stadsarchief en selecteerde daar een groot aantal prenten die bij elkaar een beeld geven van de ontwikkeling van de stad in de loop van de eeuwen. De toelichting bij de hierna volgende prenten is hoofdzakelijk gebaseerd op de tekst in het boekje. Al in het voorwoord van het boekje constateerde Hollekamp: er is van de oude stad van Erasmus niet zo heel veel meer over. Voor de aanleg van een spoorweg door de stad is men gaan dempen en breken en is in het hart van Rotterdam een verwoesting aangericht. Maar het moderne Rotterdam heeft zich ontplooid in een prachtige havenstad waar nu onze nieuwe firma zal trachten de sympathie en het vertrouwen van de ondernemende Rotterdammers te verwerven. De niet nader genoemde tekstschrijver van het boekje vertelt bij dit kaartje: door de ambachtsheren van de Graaf van Holland is in het begin van de 13e eeuw een hoge zeedijk aangelegd. Die dijk, de Oude Dijk, liep van Kralingen via Krooswijk naar Overschie. De heer van Bokel, wonende op het Hof van Weena, liet de Westzeedijk, de Schiedamse dijk en een stuk van de Hoogstraat aanleggen. Het oostelijk deel van de Hoogstraat en de Oostzeedijk zijn tot stand gekomen op gezag van de heer van Kralingen die op het slot Honingen woonde. Het eigenlijke Rotterdam ontstond bij een dam in de Rotte ter plaatse van de huidige Hoogstraat. In 1299 was er al zoveel bebouwing dat graaf Jan I het tot een aparte gemeente met poortrecht verklaarde. De prille stad, die aanvankelijk niet meer was dan een vissersbuurt, is op deze kaart al uitgebreid tot een echte stad met stadsmuren, kloosters, gasthuizen, kerken, een stadhuis en twee schuttersdoelen. Dat kon echter niet voorkomen dat jonker Frans van Brederode, aanvoerder van de Hoekse tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten, in 1488 de stad innam. Het Sint-Agnietenklooster is in het begin van de 15e eeuw gesticht en stond ter plekke van de Botersloot en de Pannenkoekstraat. Het klooster bloeide in de eerste helft van de 16e eeuw, maar verviel daarna snel. Daarom besloot het stadsbestuur in 1575 om het om te bouwen tot een verblijfplaats voor de prins van Oranje. Dat in de hoop dat hij zich daar zou vestigen. Het bleek echter ijdele hoop. De bloei van de stad zette zich in de 16e eeuw regelmatig door. Dat gebeurde ondanks oorlog en rampen, want haar handelaren en haringreders rechten steeds weer in hoofden. Het moet een fraaie stad zijn geweest, waarin niet alleen aandacht was voor de veiligheid, maar waar ook geld was voor fraaie bouwwerken. Een Napolitaanse reiziger schreef: ik heb twee nachten verbleven in Rotterdam, zijnde bijzonder net en vriendelijk. De wallen, poorten, straten, alles neigde mij minderlijk toe. De huizen en gebouwen schenen mij aanlokkelijk te vleien. Maar een ontzettende ramp trof die schone stad. Op 10 juli 1563 brak in de Molensteeg brand uit. Die brand breidde zich door de sterke wind uit en vernielde de halve stad. Wel 900 huizen werden beschadigd en 36 schepen die in de kolk lagen verbrandden. Hier zien we de stad getekend met bovenin de havens en de Maas. Vanuit de oude hoofdpoort is een steiger in de Maas gebouwd en naast de poort is de toegang tot de stadshavens gesitueerd. De brandschade is hersteld en Rotterdam fraaier dan voorheen. Maar op 9 april 1572 trokken Spaanse krijgsbendens plunderend en moordend door de stad. Dat was voor Rotterdam reden om eerder dan Antwerpen of Amsterdam de zijde van de prins van Oranje te kiezen. De stad groeide nu snel. In 1585 formuleerde het stadsbestuur daarom eisen waaraan de bebouwing moest voldoen. Zo kwam er een verbod op houten gevels en wanden. De modderige straten werden door het stadsbestuur bestraat en ze liet de fraaie oude hoofdpoort bouwen. De Sint-Laurenskerk
is het oudste monument van de stad. Al in 1412 werd met de bouw begonnen, maar voor een toren was geen ruimte beschikbaar. Na 24 jaar was de kerk zelf klaar, maar pas in 1449 kon de eerste steen worden gelegd voor de toren. Toen de bouw ter hoogte van de nok van de kerk was gekomen, bleek de fundering te zwak en werd de bouw gestaakt. Een eeuw later ging men eindelijk verder, maar in 1550 staakte de bouw opnieuw wegens geldgebrek. Pas in 1619 kon men met de opbrengst van de loterij, vele collecten en donaties de toren voltooien. De kwaliteit van dit werk bleek echter zeer slecht. De toren stond scheef en de houten spits en lantaarn moesten al snel wegens gebreken worden afgebroken. Tijdens een dienst in 1650 vluchtten de aanwezigen in wilde angst uit de kerk. De toren was met een zware schok nog verder scheef gezakt en leunde tegen het dak van de kerk. Men koos toen voor een sterk staaltje bouwtechniek. Onder in de toren, die meer dan een meter scheef stond, werden zeer zware eiken balken aangebracht en daardoor kon de toren op vijzels worden gezet. Onder de toren werd ontgraven tot een goede zandlaag. Oude verrotte heipalen werden verwijderd. Met een speciaal ontworpen hei kon men meer en langere palen aanbrengen en daarop een nieuwe stenen fundering metselen. Toen kwam het spannendste karwei. Met de vijzels werd de toren langzaam weer rechtgezet. Het eiland Feyenoord werd aangekocht om daar met de aanleg van duikerdammen de verzanding van de rivier te voorkomen. Het werd een gouden tijd voor de stad. Nieuwe stadshavens werden gegraven en de boompjes aangelegd. Daarop verrezen rijke patricierhuizen. In de havens was ligplaats voor ruim 300 haringschepen, 48 groenlandvaarders en 300 schepen die op de Engelse havens voeren. De handel bloeide, maar voor de beurs moesten de kooplieden nog naar Brugge. Daarom vormde de vroedschap in 1599 een comité dat in Rotterdam een koopmansbeurs moest stichten. Toen die er stond, bleek hij al snel te klein. En daarom werd besloten de vismarkt aan de oostkant van de Noordblaak te verbouwen tot een tweede beurs. Een karakteristiek kijkje op de stad uit het eind van de 17e eeuw langs de Rotte, met een in de Rotte uitgebouwd pleintje voor de riviervishandel. Het nieuwe hoofd ontstond door het uitdiepen van de smalle leuven tot een brede haven en door met de uitgedolven aarde de kade te verhogen. In 1600 ontwierp men deze twee havenhoofden aan weerszijden van de Leuvenhaven. Ze staken tot voorbij de zomerkade in de Maas. Tussen de havenhoofden kon men de haven afsluiten met een soort slagboom. De fraaie poorten aan de stadszijde zijn in 1664 gebouwd. De in hardsteen uitgevoerde stadspoort, de Oosteroude Hoofdpoort, stamt uit 1598. Hij markeerde de oostkant van de oude haven. Ooit lag op deze plek de Maasoever. In het begin van de 17e eeuw werd hier voor stadsuitbreiding de stadswal gesloopt en de oever opgehoogd. Hierdoor is het nu een haven midden in de stad. Het grote gebouw op de achtergrond is het gemeenlandshuis. Daarvoor ligt de vismarkt. In het midden van de 18e eeuw was Rotterdam al een stad van ongeveer 6600 huizen en 50.000 inwoners. Maar de stad bleef groeien, waarbij het aantal bewoners per huis opliep naar 10 of meer. Er was dus armoede en woningnood. De Bank van Lening was gevestigd in het voormalige Begijnhof en had op de gevel een bord met in het Latijn de tekst: toevlucht voor behoeftigen. Ontbreekt u geld? Kom hier, geef pand, ik zal het u geven. Doch die mijn geld gebruikt en weer komt om zijn pand, breng dan een weinig winst. Van winst moet ieder leven. Mijn hoofdsom gaf u vrucht. Stel me ook wat vrucht ter hand. Men hoeft geen vrekgewin, geen woeker hier te vrezen, maar hier wordt dienst gedaan en wederdienst bewezen. De winst van de bank werd besteed aan de godshuizen en de armen van de stad. Het Haringvliet ontstond door stadsuitbreiding na 1591. Toen werd ten zuiden van de bestaande stadswal een stenen muur in de Maas gelegd en de doorvaart verbreed,
waardoor een haven ontstond. Omdat hier de haringschepen aanlegden, werd het water al spoedig Haringvliet genoemd. In de tijd van deze plant was het, vanwege het uitzicht op de Maas, voor de rijke patriciërs een geliefde plek om hun mooie huizen te bouwen. Op de achtergrond zien we de Engelse kerk. Rotterdam was vanaf 1635 een stapelplaats voor de Engelse lakenindustrie, waardoor er zich ook veel Engelsen vestigden die hier een eigen episcopaalse kerk stichtten. Dit fraaie stadhuis met bordes en hoofdingang aan de Hoogstraat was het resultaat van veel verbouwingen aan een paar panden. Als gevolg van branden en vernieling van archieven door de Spanjaarden in 1572 weten we weinig van de voorgangers van dit stadhuis. De Kardemelkshaven was een kort, klein kanaaltje tussen de Rotte en de Stadsvest, in het verlengde van de botersloot. Het was de haven waar de zuivelproducten van de boeren langs de Rotte werden aangevoerd. De Engelse aristocraat, schrijver en dichter Lady Mary Wortley Montagu schreef in haar letters: geen stad in Europa is meer voordelig voor de koophandel gelegen dan deze met haar 7 brede havens, waar de koopvaardijschepen tot voor de deuren der huizen komen. Een stad zo vol met mensen, alle met zulk een bezig gelaat en zozeer in beweging, pakhuizen en winkels van een treffende netheid en pracht, met een ongelooflijke menigte van allerlei koopwaar gevuld. Op de nette, welbevloerde straten wordt men bijna door geen lediglopers of bedelaars gehinderd. Door de in de stad gelegen havens oogde de stad voor die tijd heel ruim. Deze brug lag over de scheepmakershaven. Een leuk beeld van de Kipstraat. Op deze prent is nog de Kipsloot aanwezig, maar die is in 1860 wegens vervuiling gedempt. Dit is de plek waar het eerder getoonde Agnietenklooster stond. Dus ook in vroege tijden werd de stad al drastisch verbouwd en heringericht. De Gelderse Kade is aangelegd in het begin van de 17e eeuw. De op deze plek gevestigde scheepswerven werden daarvoor verplaatst naar de scheepmakershaven. De nog niet gedempte Schiekade met uitzicht op de Delftse Poort, die ongeveer bij het huidige Hofplein stond. Deze Delftse poort in Rotterdam was de derde stadspoort die op deze plek stond. Hij werd in 1764 gebouwd. De Heulbrug was de brug over de Rotterdamse Schie ter hoogte van de Bergweg en de Walenburgerweg. Daar was toen de stadsgrens. Daar ontvingen de stadsautoriteiten in 1813 koning Willem I voor een glorieuze tocht door de stad. De Botersloot was oorspronkelijk een afwatering van Hilgersberg en Kralingen. Het kreeg zijn naam doordat zuivelproducten eeuwenlang met schuitjes over dit water naar de stad werden gebracht. Dit veer voer tussen de Vierdam en Katendrecht. Om er gemakkelijk op en af te rijden had het een plat dek, waardoor het in de volksmond platluis werd genoemd. De stad heeft hier nog steeds de kenmerkende driehoekvorm. Maar aan de randen is al een aantal grote landhuizen verrezen en de vervalling vestingmuren en torens zijn afgebroken. De winter van 1844-1845 was in Nederland en België een van de koudste van de 19e eeuw. Op de dichtgevroren Maas werden wedstrijden ijszeilen gehouden en met de arreslee kon men tochtjes op de rivier maken. Door de komst van de spoorwegen en het autoverkeer veranderde er vooral in de tweede helft van de 19e eeuw veel. Voor het in 1877 geopende spoorwegviaduct, het 2,2 kilometer lange luchtspoor, dwars door de binnenstad, moest er veel worden gesloopt, stations gebouwd en wegen verbreed. Deze plaat uit 1855 is de laatste waar de schrijver van het boekje in 1914 over schreef. Het is dezelfde Coolsingel, op dit ogenblik het moment van Rotterdams grootheid in de 20e eeuw, waar zijn nieuw raadhuis in aanbouw is en waar de beurs en het postkantoor zullen komen, en een tweede boulevard komt, waar tot voor kort nog het stille, lieve Oud-Hollandse grachtje lag,
de bekoorlijke rottennimf, is thans koningin van de Maas. Aan het eind van deze serie stadsbeelden kan ruim een eeuw na het verschijnen van dit boekje het voorwoord van de firma Hollekamp worden nagezegd. Er is van de oude stad van Erasmus niet zo heel veel meer over. Door de bombardementen van de Tweede Wereldoorlog is het hart van Rotterdam verwoest. Vervolgens brak men ook de restanten weg, omdat moderne inzichten over stadsinrichting dit nodig maakten. Maar dat vernieuwde Rotterdam heeft zich mede daardoor in korte tijd opnieuw ontplooid tot een pracht van een moderne havenstad.